Hey, eindbazen en eindbazinnen. Welkom bij een nieuwe video. En ik kreeg een vraag van een van jullie over de Ramadan. En training en fitness. En hoe daarmee om te gaan en wat mijn visie daarop was. Ik kan me herinneren dat ik er al ooit eerder een video over heb gemaakt. Ik heb ook echt veel video's gemaakt. ik denk dat ik niet hoef uit te leggen wat de Ramadan is. Maar de Ramadan is eigenlijk een vaste periode. En eigenlijk is dat helemaal niks bijzonders. En met daarmee bedoel ik dus, alle religies hebben eigenlijk een vaste periode. Dus een periode waarin je vast. En de mensen denken, wat is dat dan, vasten? Dat betekent dus dat je langere tijden niks eet. En na een bepaald tijdstip of in een bepaald tijdsblok wel eet. Zelfs voor de mensen die daar niet zo in thuis zijn, hebben vast wel ooit gehoord van het intermittent fasting dieet. Of IF, of IMF. Waarbij je eigenlijk hetzelfde doet, waarbij je dus blokken niet eet en blokken wel eet. En wel belangrijk is daarvan om daarin te onderscheiden dat de blokken waarin je wel eet kleiner zijn. Veel kleiner zijn dan de blokken waarin je niet eet. En de Ramadan is daar dus een vorm van die de basis heeft in religie. En natuurlijk in Nederland zijn er veel mensen die de Ramadan volgen. Maar over de hele wereld natuurlijk. Hè. Qua training... En eigenlijk komt datzelfde neer wat ik mensen adviseer die intermittent fasting doen. En die zijn er op dit moment best wel een aantal. Op een of andere manier heeft het toch weer een nieuwe impuls gekregen. Is het feit dat je gewoon kunt trainen. Maar dat je goed moet luisteren naar het lichaam. Dus dat wil zeggen, voel je je dat je wat minder energie hebt. Voel je je wat futlozer. Pas je training daar gewoon op aan. Je kunt nog steeds trainen, maar probeer gewoon te voelen hoe je lichaam voelt en wat voor effect dat heeft op je training. En een simpel voorbeeld, kijk goed, de gyms zijn nou nog dicht. De gyms zijn toch dicht, tenzij je een of andere home gym hebt. Heb je goud in handen, zou ik zeggen. Maar nu dus in deze periode zeker als je thuis traint of bijvoorbeeld hardlopen erbij doet en gewoon bodyweight training. Pak gewoon wat minder sets. Doe in plaats van 5 kilometer, 3 kilometer of doe die 5 kilometer op een lager tempo. Mits, en dat is heel belangrijk, mits je voelt dat je lichaam daarom vraagt. Ja, want hier komt het probleem, zeg maar, wat ik een probleem vind. En wat je dus heel veel ziet. En zeker omdat ik coach ben en dus echt heel veel atleten train en coach. Waarvan ook atleten die echt op een vrij hoog niveau zitten. Maar wat je eigenlijk ziet in alle lagen van alle type atleten, zeg maar, ook hoe ver ze zijn, maar vooral bij de atleten die wat hoger zitten en die dus wedstrijden doen en dus echt moeten presteren, wat meer impact heeft, is dus het feit dat je van tevoren, voordat je een training gaat doen, of dat je überhaupt iets gaat doen, door of geen training te zijn, dat kan alles zijn, alles in het leven, is dat je al een soort bias hebt. En een bias is een Engels woord voor vooroordeel, of een bepaalde voorgedachte, of een inschatting hebt, dan waarbij je een bepaalde verwachting creëert, die niet per se de waarheid hoeft te zijn. En dan denk je van, oké, Renato, wat bedoel je? Stel, je hebt Ramadan. Je zit in de Ramadan of je bent aan het vasten, intermittent fasting, sportvasten. Er zijn zoveel duizenden vormen van. Of je hebt gewoon een keer een dag gewoon slecht gegeten. Dat kan. Dit is een hele rare, bijzondere periode. Er gebeuren allerlei dingen. Misschien heb je een dag slecht gegeten en je wil daarna 10 kilometer gaan hardlopen. Dan gebeurt er het volgende. Als jij in jouw gedachten al een hoofd hebt, je vastklampt aan het idee dat je minder gaat presteren omdat je slechter hebt gegeten, of dat je minder eet, of omdat je in de Ramadanperiode zit, omdat je aan het vasten bent, dan is de kans dat die gedachte zich manifesteert in de fysieke output
is groot. En dat is geen loze gedachte, dat is echt wetenschappelijk bewezen. Hoeft niet altijd zo te zijn, maar het kan wel degelijk het geval zijn. Dus dat jij zeg maar al begint aan een training of een activiteit met een bepaalde bias, een gedachte, die daardoor daadwerkelijk meetbare invloed heeft op die training of die activiteit die je gaat doen. En daar moet je van waken. En dat is heel moeilijk. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, zit je in de Ramadan? Ben je aan het vasten? Heb je een keer slecht gegeten? Is er iets waardoor jij het idee gaat hebben dat je dadelijk je training of de activiteit moet gaan aanpassen omdat jij denkt dat jij die moet aanpassen? Snap je wat ik bedoel? Dan is de kans heel erg groot dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus, zorg ervoor dat je als je aan je training begint of elke andere activiteit, en dat kan van alles zijn, dat kan het geven van een presentatie, dat kan een lancering van een nieuw product als je ondernemer bent net als ik, of het geven van een training, een coaching voor een groep mensen staan, maakt niet uit wat je gaat doen, een wedstrijd spelen of whatever. En je voelt, en dat is natuurlijk het moeilijkste, je voelt dat je eigenlijk vanuit automatisme al dat vooroordeel gaat implementeren in je hebben, in je acties. Probeer dan even op de handrem te trekken en even goed af te vragen. Klopt die gedachte? Klopt het daadwerkelijk dat je, omdat je dus in Ramadan zit of in een vaste periode, klopt het dat je dan ook minder gaat presteren? Of is dat een veronderstelling die jij nu schept? En die veronderstelling is krachtig, want jij gelooft daarin. Dus klopt dat ook? Voel je je ook dat je wat minder futloos bent? En hier komt de echte moeilijkheid. Of voel je nu ook futlozer omdat je die gedachte hebt dat je futlozer bent? Mijn advies, wat ik dus geef aan die atleet en die geef ik ook aan jou, is probeer elke training en elke nieuwe activiteit die je wil gaan uitvoeren te doen alsof je hem voor het eerst doet. Alsof er geen voortraject aan zit qua gedachten of training of wat dan ook. Dus, heel simpel voorbeeld. Nu, wat nu echt ter sprake is. Ramadan, elke donderdagavond ren jij 10 kilometer. Doe je 10 kilometer hardlopen. Nou, en je gaat beginnen en je zegt dan, het is Ramadan en daarom. En dit is natuurlijk niet echt die gedachten die jij denkt, maar het is Ramadan en die associeer je automatisch met de gedachte van oké, ik eet minder, ik heb de hele dag niks gegeten, niks gedronken, het is nu 8 uur 's avonds, ik ga hardlopen, normaal loop ik 10 kilometer, ik loop er 5. Eigenlijk pas je dus aan, zonder dat je misschien je futlozer voelt, minder energieker voelt, eigenlijk pas je nou iets aan, wat berust is op een gedachte, jouw capaciteit om in de toekomst te kijken. En die heb je niet, die bestaat niet. Je kunt wel een veronderstelling maken, maar de vraag is nu, is die veronderstelling, dient die jou of beperkt die jou? In mijn ogen, en in de ogen van veel sportpsychologen, is dit een beperking. Want waarom zou je dat doen? Kun jij, zonder dat je je dus echt futloos en min energiek voelt, kun jij dan nu voorspellen dat jij die 10 kilometer niet gaat lopen? En schaal je hem daarom terug naar 5? Of wordt het gevoed door iets anders, angst of onzekerheid? Maar in mijn ogen loop gewoon die 10. Als je dus die 10 kilometer kunt zien zoals het is 10 kilometer hardlopen. Je weet dat je het kan. Let's go! Dus probeer dat los te zien, los te koppelen van het feit dat jij in de Ramadan-periode zit. Kijk, voel je je echt zo, zoals je me nu ziet, ja, dan is het een andere zaak. Ik zou dan nog 10 kilometer lopen. En als atleten bij mij zijn, zou ik ook zeggen, je loopt gewoon 10 kilometer. Want je loopt hem gewoon. Misschien loop je hem niet zo hard,
misschien loop je hem niet zo snel. Maar in principe kun jij gewoon jouw taak vervullen die jij eigenlijk jezelf of vanuit een trainer of vanuit een coach hebt opgedragen gekregen. Je doet hem alleen op een lagere intensiteit. En ik wil afsluiten met het feit, het dingetje wat ik altijd zeg, je wordt heel goed in de dingen die je heel vaak doet. En dat kunnen goede dingen zijn, kunnen ook slechte dingen zijn. Dat kunnen ook dus bijvoorbeeld, dat is echt een ding zeg maar, daar ben je bijna niet van bewust. Maar dat vooroordeel dat je hebt door te ver in de toekomst te kijken, gebaseerd op iets wat je eigenlijk niet kan weten, jezelf een beperking opleggen. Is een heel slechte zaak. En als je dat maar vaak genoeg doet, sommige mensen doen dit al hun leven, en dan krijg je dus eigenlijk een soort, en dat is dus angst, en dat maakt niet uit hoe stoer dat je bent, dat is gewoon angst. Dat wordt op een gegeven moment een gewoonte, waar je eigenlijk uit moet proberen te breken. Want het brengt ontzettend veel kracht en mogelijkheden. En het komt toch weer op hetzelfde puntje neer wat eigenlijk elke topsporter zich alleen maar op focust. En dat is dat je in het moment blijft. Dus niet te ver vooruitkijkt in de toekomst. En ook niet te ver terugkijkt naar het verleden. Maar gewoon in dit moment, als we het helemaal plat slaan, in dit moment moet doen wat je gepland hebt om te doen. Dus ga je 10 kilometer hardlopen? Let's go. Voel je een klein beetje futlozer? Voel je je dan futlozer omdat je futlozer bent? Of omdat je denkt dat je in de Ramadan zit of in een vaste periode en daardoor minder futloos bent? Ja. Ik zou zeggen, niet te veel denken, maar doen. Let's go. Dus, mijn advies, Ramadan, intermittent fasting. Doe gewoon de dingen die je normaal doet en ga niet vanuit een of andere gedachte of inschatting, veronderstelling, kijkend in de toekomst, dingen aanpassen. Nee, volg gewoon de dingen die je gaat doen. En heb je dus echt fysiek last van, of mentaal, hè, dat kan natuurlijk ook, hè, minder calorieën, et cetera. Mentaal last van die beperking van het vasten. Ja, dan kom je daar toch op dat moment erachter. Dat heeft toch geen enkel nut om dat er van tevoren te gaan voorspellen. Want het is vaak beperkender dan dienend. Dus mijn advies is altijd, ga gewoon de dingen doen die je hebt gepland. Voel je op dat moment van, oef, hè? Heb je bankdruk, bankthuis. Normaal druk je 5 keer 100. En dan voel je in de opbouw bij 80 5 keer al. Oef, ja, dat is wel heftig. Stop dan nog een keer. Hè? Stop dan nog een keer. En bedenk jezelf. Is het ook opgelegd weer? Hè? Of gooi er een keer 90 op. Probeer het 3 keer. Snap je? Liefst met de spotter. Voor de veiligheid. En gaat het echt niet? Nou, dan gaat het niet. Snap je? Maar vaak kan het stiekem wel. En kun je het toch gewoon doen. Yes? Nou, dat is even mijn 2 cents. Mijn gedachten over trainen tijdens de Ramadan. Trainen tijdens het vasten. Maar eigenlijk ook een groter onderwerp, namelijk om niet te veel te geloven wat jouw brein, jouw ego, jou voorschotelt. En zeker niet als we het hebben over dingen die niet kunnen, namelijk te ver vooruitkijken in de toekomst. Of te veel vasthouden aan dingen die in het verleden zijn gebeurd. Dat is een heel ander verhaal. Anyway, ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben, iets diepgaander dan normaal. Maar ja, ik doe mijn best om jullie te helpen. Train ze.